op het bordes bij Hare Majesteit, klaar voor het grote karwei. Vandaag was het nog een pretdag, zoals de kersverse minister-president het uitdrukte. Vanaf morgen moet Paars laten zien dat het kan regeren. Wie zijn de vele onbekende ministers en zullen ze in staat zijn critici de mond te snoeren die dit kabinet al een vechtkabinet hebben genoemd? Nieuw elan of tweede keus? We keken, luisterden en tekenden mee. Vroeger was hij makkelijker te tekenen, toen had hij dat uitbundige kapsel uit de jaren. Wanneer was dat toen? Eigenlijk zo goed voetbal, lang geleden dus inmiddels. Maar ja, die kraaienpootjes, maar dat wil niet altijd zeggen dat iemand met kraaienpootjes echt lacht. Hij moet moeilijk lachen, dat is de moeilijkheid. Hey, schouders die trekt hij een beetje op, lange mensen. Er is helemaal niets mis met Dijkstal, een bekwaam Kamerlid, ook ervaring op het terrein van Binnenlandse Zaken. Maar wat opvalt is dat hij juist ook vicepremier wordt. Vele mensen hadden toch verwacht dat in het kabinet door de VVD iemand zou worden neergezet op die post die duidelijk voor de rechtervleugel van de VVD herkenbaar zou zijn, vertrouwen zou kunnen inboezemen voor die mensen die aarzeling hebben over samenwerking met de socialisten. En Dijkstal is een groot voorstander van Paars en hij kan die rol dus niet vervullen. Staat hij gelukkig stil, dan zie je het belangrijkste. Maar wacht even, voor ik dat ga zeggen, ik klim namelijk dadelijk op een stokpaardje. Eerst krijg je dat haar en de neus zit in het midden. Kijk, hij kijkt ons aan. En de belangrijkste lijnen komen nu, nog belangrijker dan die wallen onder die felle ogen. Dat is waar zit dat hoofd op die romp. Deze lijn is bij hem het belangrijkste. Deze lijnen, die twee schouderlijnen. Nu trekt hij die hoge rug die hij blijkbaar graag trekt. Een beetje ochtendgymnastiek gaan doen. Maar nee, voor ons tekenaars is dit natuurlijk prachtig. Hou er zo die hoge rug. Des te kwader kijkt hij ons aan. Dit soort figuren kunnen tekenaars chocola van maken. Meneer Van Mierlo, goede ochtend. Hey, dit lijkt me niet echt een ministerswagen nog, hè? Wat zegt u? Dit lijkt me nog niet echt een ministerswagen. Nee, dit is gewoon een auto die mij 4 maanden door al die ellende heen heeft gereden. Nou, een lange. Want daar zit de campagne ook naar bij. Wat verwacht u van de vergadering zo dadelijk? Formaliteit of toch ook al wat politieke problemen? Er zijn ministers die met grote onwennigheid zitten te kijken naar onbegrijpelijke agendastukken. Ik denk dat het voor de grootste groep van de bevolking dat daar de meeste klappen gaan vallen. De arbeiders en de mensen met sociale uitkering. En voor mij als slager betekent dat weer dat ik een groot deel van mijn omzet misschien ga verliezen. Want de mensen hebben minder te besteden. Ik ben erg geschrokken van de voornemens die er zijn, zeker op het gebied van defensie. De bezuinigingen die de afgelopen jaren al zijn ingezet, wil dit kabinet voortzetten. Bedragen van 900 miljoen zijn er al genoemd. En ik ben bang dat we op die manier een defensie overhouden die ongeloofwaardig wordt. Ze hebben in het regeerakkoord wordt niet gerept over landbouw. En als laatste ministerpost werd ingevuld landbouw. Na een paar weigeringen is Van Aartsen het geworden. En de man is helemaal niet uit de landbouw. Wat weet hij ervan? Het is mij een vraag. Meneer Van Aartsen, is het haar. Je krijgt een geweldige inham en dan heeft hij het hier zo over het voorhoofd hangen, dat is wel prettig. Hij kijkt ons een beetje wantrouwig aan. Nou ja, ik teken wat ik zie. Ik heb hem hier ook in een. Ik zet hem hier maar neer in een driedelig grijs of anderszins in ieder geval in een keurig kostuum. Niet in een overal. Ik heb begrepen dat hij helemaal geen boerenoveral heeft gedragen. Ik ga iedere avond naar het journaal kijken in de hoop
dat ik deze keurige Haagse meneer, het lijkt me een Haagse meneer, in een overal zie. Het eerste wat opvalt is dat de heer Zalm van de VVD is. Het is de laatste tijd ook een beetje gewoonte geworden dat de minister van Financiën en de premier uit dezelfde partij komen. Dat was niet zo bij Lubbers 3, maar daarvoor toch meestal wel. Omdat de premier en de minister van Financiën moeten heel goed met elkaar kunnen optrekken. Zalm heeft bovendien eerder in de kabinetsformatie nogal een opmerkelijke rol gespeeld. Omdat hij telkens de afspraken van de onderhandelaars moest doorrekenen. En één keer zelfs zijn eigen voorstellen ten aanzien van de WO daarbij heeft gevoegd. Waarom laten jullie mij geen staatssecretaris tekenen? Terpstra, jongen, dat is een droom voor een tekenaar. Mevrouw de Boer combineert eigenlijk zowel politieke ervaring. Ze was lange tijd in de partij actief. Ook bestuurlijk als lid van Provinciale Staten, gedeputeerde Staten. Nu laatste commissaris van de Koningin. Maar ze heeft ook ervaring op dat beleidsterrein. Omdat ze vooral als gedeputeerde in Noord-Holland ook zich bezighield met de ruimtelijke ordening. En dat in zekere zin ook in Drenthe als commissaris heeft moeten doen. Jorritsma. Hier krijgen we een stevige nek. Ik doe een leuk kettetje omheen, anders is het zo erg. Wordt het zo erg stoer. Het lachen maakt alles goed, ja. Ja. Vrolijke dame lijkt het me. Uit het mij bekende bolzwart. De ogen, hoor. Ogen, ik mag daar graag over Saneke. Ogen moet je vooral bij dames goed tekenen. Kostbaar bezit, welke rimpeltjes er ook gaan komen, dames. De ogen, als die mooi zijn, blijven ze zo. Nou, weet je wat, ik maak het haar ietsje langer. Kan ik tenminste weer eens een keer terug naar bolzwart. Goed. Ja. Vrolijk blijven, hoor, denk erom. Ondanks deze tekening. Weet u nou wie dat is? Ik niet. Ik ken hem. U wel? Ik ook niet. Oh. Maar ik denk dat het de chauffeur is. Ik niet. Maar chauffeur zit toch niet achter in de auto? Nee, daarom. Ik denk dat je de deur openhoudt. Je moet toch de deur openhouden, hè? Of niet? Het zou kunnen, ja. U had toch gelijk, het was de chauffeur. Ja. Maar weet u ook de chauffeur van wie? Ik denk van de Zalm. Ja. Ik hoop dat zij aandacht zullen besteden ook aan het industriebeleid. Want dat zijn de dingen waar wij hiermee bezig zijn. Het gaat er ook om de industrie te stimuleren, mede door subsidies op riskante nieuwe investeringen die in de toekomst werkgelegenheid en omzet op moeten leveren. Dat mis ik nodig en ik hoop dat men daar duidelijk aandacht aan zal besteden. Nou, van de mensen die er zitten, vaak weinig goed voor de WO'ers. Van in verband met de drie namen die er genoemd zijn op de sociale driehoek, is het niet zo prima. Net Linschoten, Zwalm en Melkert, dat zijn oude hardliners die de WO toen de tijd al verder hebben willen korten. Voor mij als politieman betekent dat Paars kabinet toch wel vertrouwen in een goed, kwalitatief en consistent beleid op het gebied van de politie. En daarmee in belang van de veiligheid in Nederland. Als we kijken naar de posten zoals die bezet worden door op binnenlandse zaken nu, dan is er alle reden voor. Wat mij een beetje zorgen baart is dat paars een modekleur is en ja, die gaat gemiddeld maar één seizoen mee en dan komt er weer iets nieuws. Dus ik hoop dat dit in ieder geval bij dit kabinet niet zo is. Hier kan de tekenaar zich eens even lekker op uitleven. De heer Ritsen, een lach van oor tot oor. Natuurlijk moet ik het belangrijkste nu eerst doen, anders denken jullie dat heel. Het lijkt, hij heeft daar dat haar zo voor hangen. En jammer, jammer genoeg is ooit die snor afgeschoren, man nog en toe. Wat doe je die politieke tekenaars aan door die snor af te scheren? Zal ik hem erin tekenen? Nee. Ik geef hem de... Nou, stierennek is het niet, nee. Heerlijke kop. Lang zal hij mogen blijven van mij. Mevrouw Zorgdrager was min of meer een verrassing. Een snelle carrière gemaakt in de rechterlijke macht, maar politiek nauwelijks actief. Zij was laatstelijk procureur-generaal in Den Haag. En als zodanig onderdeel van het zeg maar, topberaad van de rechterlijke macht, onder meer met de procureur-generaal Den Bosch-Gonsalves. En daar waren wat problemen deze zomer rond dienstrol bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Zij zal nu moeten ingrijpen in dat overleg van haar vroegere collega's en zal wat ook anderszins een grote reorganisatie moeten doorvoeren. En dat wordt nog lastig om dat te doen in de winkel waar je zelf vandaan komt. Hier zien we een man die
streng, niet echt vrolijk. Kijk, die snormai. Zo'n snor maakt iemand ook niet vrolijker. En dan krijg je hier een kind die op een militaire manier naar voren steekt. Ja, redelijk geschoren, maar toch een kind die er zo uitkomt. Het haar aan die kant gaat wat weg. De heer Melkers dus. Sociale zaken. Het lijkt me niet echt een type die... Echt een vrolijk, het lijkt het me niet. Hoor je misschien ook niet in die wereld waar hij zit met al die cijfertjes. Als ik mijn eigen tekening zo zie, denk ik, het lijkt wel de oude Drees. We hebben hier dus nu een jonge oude Drees. Ja. Wie heeft de koningin nou gezien? Ik heb wel hele goede ogen, hoor. Zat een groen rokje aan. Nee. Roze. Met iets van groen. Ook iemand met geel. Was ook dat was Jortsma, ja. Ja, was een lastje. Minister van Verkeer en Waterstaat. Het was wel ver weg, hè? Ja, met de heer. Ik ben daar allemaal voor. Het is ook wel eens leuk om tegen de rug aan te kijken. Voor de student betekent het nog meer bezuinigingen. Vanaf 1995 heb je geen extra jaar meer. Dat betekent dat je als student geen enkele fout meer mag maken. Maar de studiefinanciering wordt ook nog eens gekort. Tot 1996 heb je een korting van dit kabinet. Maar er moet ondertussen ook nog 1 miljard extra gekort worden. Dat betekent leningen die kunnen oplopen tot een ton die je moet gaan terugbetalen na je studie. Dat maakt het onderwijs heel erg minder toegankelijk. Voor de bouwvakkers, als ze werkloos worden, de toetreding tot de WW, dat wordt verzwaard en vermoedigd dat er dus veel bouwvakkers in inkomen achteruit zullen gaan. Dat als ze werkloos worden. Hopelijk als de economie niet aantrekt en dat er meer gebouwd gaat worden, dat er weinig bouwvakkers werkloos worden. Maar anders zullen het een inkomsten achteruit gaan, voorzie ik. Ik verwacht van het Paarse kabinet dat ze meer rekening gaan houden met de gevolgen van bezuiniging in de gezondheidszorg. In het verleden werd daar weinig rekening mee gehouden. Er werden steeds minder verpleegkundigen aangenomen op de afdelingen. En ik heb gewoon gemerkt dat dat heel slecht is voor de patiënten. Er wordt steeds minder tijd besteed aan gewoon een praatje. Dat kan gewoon niet meer minder. De verpleegkundigen die zitten echt aan een top. En de patiënten die hebben die zorg gewoon nodig. Ja, Jan Pronk. Jan Pronk, waar zullen we mee beginnen? Dat is nou echt niet zo'n probleem. Ja, je begint met die kolossale wenkbrauwen. Ze zijn niet zozeer groot, maar ze zijn zo vreselijk zwart. En dan krijg je die neus uiteraard. En dat brilletje zit ervoor. En dan komt het nog belangrijker aan die wenkbrauwen. Die ogen, die moeten als gloeiende steenkolen erin komen. Hier dan zo dat billetje. Ja goed, het haar wordt wat minder, maar daar maak ik de laatste jaren geen grapjes meer over. Zo, en dan krijg je hier om die ogen ook nog een beetje krijt, zodat het donker wordt. Nou ja, de mond. Ja, ook niet echt een vrolijke mond, maar ja, die man maakt dat ellende mee in dat vak. Echt vrolijker is hij er niet van geworden. Nee, maar ja, daar wordt hij ook niet voor betaald. Kin, ja. Nee, die ogen. Rimpeltje nog, het voorhoofd, verticale en horizontale rimpeltjes, ja. Ja, dat hij nog lang mogen blijven. Ja. Wacht even, die bril zit natuurlijk zo. Die twee glazen zitten elkaar vast, anders valt die hele zaak van zijn neus. Pronk, bedankt. Van mevrouw Borst-Eilers weten we eigenlijk nog niet zoveel. Het opvallendste is eigenlijk dat zij minister wordt. Tot nu toe was gezondheid eigenlijk altijd een zaak voor een staatssecretaris. Maar in de afgelopen kabinetsperiode is dat beleidsterrein, denk aan het plan Simons, zo belangrijk en zo controversieel gebleken dat het is opgewaardeerd tot een ministerschap. Van mevrouw Borst-Eilers zelf weten we nog niet veel, behalve dat zij zeer is ingevoerd in dit terrein, bijvoorbeeld als vicevoorzitter van de Gezondheidsraad. Hier kunnen de tekenaars nog plezier van hebben, ja. Ik geloof dat hij, wat de economie betreft, iets meer economisch moet gaan eten, want hij krijgt hier wel een erg dubbele kin.
Weijers is nog een onbeschreven blad, daar kunnen we nog niet zoveel van zeggen. We weten eigenlijk alleen dat hij in het begin van de jaren 80 actief is geweest in een klein economenclubje rond Terlouw. En ook heeft meegeschreven aan een grote reden waarmee Van Mierlo zijn rentree in de politiek heeft gemaakt. Maar daarna is hij als organisatieadviseur eigenlijk politiek helemaal niet meer actief geweest. De heer Voorhoeven, Joris. Haar staat erop, oogjes staan erop. Het enige wat er nog op moet bij deze minister van Defensie, dat is een snor zoals een krijgsman dient te hebben. Eigenlijk ontbreken alleen die opstaande puntjes. Die echte generaals van vroeger, die hadden dan, ging die snor met van die puntjes omhoog, maar dat zal ik hier niet doen. Wat hij wel heeft, hij heeft de houding van een militair. Ooit is die mening gesneuveld daar bij die VVD, dat is niet zo goed voor een militair. Maar hij heeft dat, hij loopt rechtop, ik heb hem eens een keer zien lopen. En toen dacht ik, wat loopt die man geweldig rechtop en dat probeer ik nu ook een beetje te tekenen. Hier lacht hij een klein beetje, maar echt vol overtuiging is het niet. Van Acht heeft ooit eens gezegd over een van zijn eigen kabinetten dat een kabinet is als een rubbervlot. Hoe woeliger de baren, hoe beter dat vlot maar boven blijft drijven vergeleken met andere schepen. Dat zou ook wel eens met dit kabinet kunnen zijn. Allerlei voorspellingen dat het kabinet wel eens over 2 jaar, als de hoogte en de duur van de uitkeringen weer aan de orde komen, zal sneuvelen, vind ik nogal rijkelijk voorbarig. Niets meer aan doen, Dirk. Ja, durf ik mijn naam onder te zetten.